bij een nieuwe video. Vandaag maak ik een vrij persoonlijke video, omdat ik vind dat ik er daarvan nog niet veel heb op mijn kanaal. Ik heb al meer dan 230 video's gepost en die gaan ofwel over wat ik eet of over hoe ik mijn dieren verzorg, maar eigenlijk nooit over mij als persoon. En daar wil ik graag verandering in brengen, zodat jullie mij toch ook beter kunnen leren kennen. Daarvoor heb ik een paar spullen verzameld die hier al jaren bij mij thuis liggen en die ik niet kan loslaten. En ik ga jullie die spullen laten zien en het verhaal er rond vertellen. Het zijn eigenlijk een soort symbolen voor leuke herinneringen uit het verleden, dingen die ik heb meegemaakt. En ik denk dat ik aan de hand daarvan jullie wat meer van mezelf kan laten zien. Ik hoop dat jullie nieuwsgierig zijn, dus we gaan eraan beginnen. Ik heb hier de grote doos staan met een paar spullen in. En het eerste dat ik jullie ga laten zien is heel random. Maar dat is deze rode ballon van de kruidvat. Het is echt iets heel willekeurigs, maar er zit wel een verhaal achter. Ik heb deze ballon eigenlijk gestolen, maar dit is van denk ik 2 of 3 jaar geleden. Het is van een PR-event waar ik naartoe ben geweest. Het was het allereerste PR-event waar ik naartoe ging en ik was daar dan ook heel trots op, heel blij mee. Ze hadden mij gevonden via Instagram en wouden dus dat ik naar hun event ging. En het was dus van Kruidvat. En ze hadden daar allemaal van die ballonnen. En na het event, ik was daar met mijn zus, toen zei ik tegen haar, ik moet een goede foto hebben voor op Instagram te plaatsen. En dus toen we naar huis gingen, zag ik dat ze die ballonnen ook buiten aan de deur hadden staan. En ik vond dat de ideale kans om daar een foto te maken. En toen we klaar waren met die foto's te maken, dacht ik, ik moet die ballon gewoon meenemen als een aandenken aan dit evenement. Het tweede dat hierin zit, is deze badge. Het is een badge van de webshop van Peurs. En zoals jullie weten, heb ik mijn eigen webshop. En ik heb die helemaal zelf opgericht, zelf gemaakt. En het leek mij dus een goede kans om eens naar een vakbeurs. Oh my god, daar kwam een pluisje in mijn keel. Ik heb daar eerlijk gezegd niks bij geleerd. Ik heb alles gewoon op internet geleerd over hoe ik een webshop moet starten. Maar toch vond ik dit een leuk aandenken aan zo mijn startperiode met de webshop. Dus daarom heb ik dat bijgehouden. Het volgende dat hierin zit, dat zijn al mijn festivalbandjes. Ik ben vooral altijd naar Pukkelpop geweest, zoals de meeste mensen denk ik. Ik was 13 jaar toen ik voor de eerste keer naar Pukkelpop ging. En ik ben daarna nog heel vaak geweest, vandaar al deze bandjes. Ook dit hou ik gewoon graag bij als een herinnering, omdat het altijd super leuk was met vrienden en vriendinnen en zo. En ik denk dat er wel veel mensen zijn die die bandjes bijhouden, dus ja, ik vind het gewoon cute. Het volgende, dat zijn deze kaartjes. En dat zijn kaarten die ik toegestuurd heb gekregen van mensen die mijn video's kijken op YouTube of die me kennen van Instagram of zo. Die hebben dat dus gestuurd naar mijn thuis en het zijn echt super lieve dingen en ik ga die echt nooit wegdoen. En over kaarten gesproken, verjaardagskaarten waar zo een langere tekst in staat of gewoon een liever berichtje dan normaal, dat hou ik ook allemaal bij, omdat het fijn is om dat na een paar jaar nog eens terug te lezen of zo. Het volgende is iets waar ik ook echt heel trots op ben. Dit heeft te maken met mijn YouTube-kanaal. Het is een brief van Google AdSense, dus die advertenties die altijd op YouTube-video's staan. En hier in deze brief zit er dus de code waarmee ik mijn YouTube-kanaal kon activeren om inkomsten te gaan verdienen. En ja, dit is wel heel speciaal voor mij, omdat ik echt heel hard daarvoor gewerkt heb. En dat is zo'n beetje een bevestiging van dat ik goed bezig ben. Dus dit ga ik ook nooit wegdoen. En ja, hopelijk heb ik nog een hele mooie toekomst tegemoet met YouTube. Dit is ook iets heel leuks. Hier in dat zakje
zitten mijn 6 medailles. Op de lagere school hadden we elk jaar een veldloop, de scholenveldloop. Of misschien noemen jullie dat de massacross. Het is dus een loopwedstrijd, zo met alle scholen van aangrenzende of aanliggende gemeentes of zo. En we hadden dat dus elk jaar. En ik ben elk jaar eerste geworden. Ik had heel veel stress daar altijd voor. Ik was daar zelfs ziek van de dagen daarvoor. Maar toch heb ik doorgezet en heb ik die allemaal gewonnen. En dit is niet om te stoeven of zo. Maar ik vind dat iedereen toch wel trots op zichzelf mag zijn voor bepaalde dingen. En dit is dus iets waar ik trots op ben. De eerste 3 jaar zat ik niet bij een atletiek club. Ik had dat niet als hobby of zo. Maar na een van de veldlopen is er dus een club naar mij toegekomen met de vraag of ik atletiek zou willen gaan doen bij hun club. En ik ben daar dus naartoe gegaan. Ik heb dan een paar jaar atletiek gedaan, maar dat is niet zo goed afgelopen, want ik ben moeten stoppen omwille van blessures. Dat vond ik heel jammer en ik kan nu ook helemaal niet meer lopen eigenlijk. Als ik 50 meter loop of zo, heb ik al pijn. En ja, dat is wel jammer, want ik was daar heel trots op dat ik daar goed in was en dat ik daar dan mee moet stoppen is gewoon niet zo fijn. Maar zo gaat dat nu eenmaal het leven, hè? Ik zal nu overgaan naar iets positievers en dat is ook iets waar ik trots op ben eigenlijk. Dat is deze verpakking van Triangle. Dit is ook weer iets van in mijn Instagram tijd toen ik probeerde om influencer te worden. En de dag dat ik gecontacteerd werd door dit merk voelde ik mij echt alsof ik het gehaald had, alsof ik succesvol was. Het is een bikinimerk, een vrij bekend bikinimerk. En zij wouden mij een bikini opsturen en dat ik daar gewoon een foto van zou maken en zou posten op mijn Instagram. Dus ja, ik heb natuurlijk ja gezegd. Het voorlaatste hou ik eigenlijk bij om een beetje te kunnen lachen zo af en toe. Het is echt... Het is een cd. En deze is van 2006 en toen heb ik een fotoshoot gedaan. En ja, die foto's, als ik daar nu op terugkijk, dat is echt... Dus toen was ik 10 jaar en ja, ik kon totaal niet poseren. Nu nog niet, maar toen was het echt nog slechter. Maar ik kijk dus eens graag naar die foto's, gewoon om mezelf een beetje uit te lachen. En ik zal jullie een paar foto's laten zien. Het is echt... prachtig. En dan het allerlaatste in de doos. Dat is deze sleutel. Dit heb ik als verjaardagscadeau gekregen van mijn mama. Afgelopen februari. Dus zit er nog niet zo lang in. Maar ik ga het voor altijd bijhouden. Het is dus een sleutel. En dat is eerder een symbool. Voordat ik mijn Animal Sanctuary mocht beginnen. Dit was dus de sleutel tot mijn Animal Sanctuary. Maar het speciale daaraan is dat er hier allemaal van die plaatjes aanhangen. En hier op deze twee staat er dus op de voorkant de naam van mijn schaapjes Shapi en Shibi. En dan op de achterkant staat hun nummertje. Dat ze waren voordat ze naar ons kwamen. Het nummertje dat ze zouden zijn als ze geslacht werden. En ik vond dat echt een heel mooi cadeau. Heel veel betekenis en echt iets voor mij. Dus ik vond dat echt super lief van mijn mama en ik ga dat ook nooit wegdoen. Dus dat was alles wat er in mijn herinneringendoos zit. Zoals ik zei, zijn het vooral dingen die ik bijhoud als symbool voor iets dat ik bereikt heb. Maar aan de andere kant ook weer iets heel persoonlijks, zoals die kaartjes die ik ontvangen heb en zo. Dus dat is alles wat er in mijn herinneringendoos zit. Zoals ik zei, zijn het vooral dingen die ik bijhoud als symbool voor iets dat ik bereikt heb. Of aan de andere kant eigenlijk ook weer heel persoonlijk met die verjaardagskaarten en zo die ik bijhoud. Maar ik vond het eigenlijk heel fijn om hierover te praten en jullie wat meer daarover te vertellen, zodat jullie mij beter kunnen leren kennen. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden om te kijken. Laat me weten welk van deze dingen jullie het interessantste vonden. En dan was dat al.
alles voor deze video. Ik hoop dat ik jullie weer terugzie in de volgende video.